Een ontzettend goede dag, lieve kijkers, beste mensen. Welkom bij de talkshow over Accounting for Good. In deze talkshow gaan we proberen te begrijpen hoe je naast financiële waardecreatie, wat wij als bedrijven doen, ook ecologische waardecreatie, sociale waardecreatie, laten we zeggen, een brede waardecreatie kunt veroorzaken. En dat implementeren in bedrijven. Niet alleen een beetje greenwashing, ook echt doen. Of toch, dat is wat de mensen van PAC, Purpose Accounting Collective, beweren dat ze dat kunnen stimuleren en helpen. Sommige bedrijven zijn er al mee bezig. Anderen misschien van de kijkers die willen graag, maar weten niet goed. En nog anderen die zullen moeten, want er komt een wet aan in 2023-2024 die verplicht dat je dat doet. Mijn naam is Lucas de Man. Ik ben deze talkshow host, tv-presentator, maar ook ondernemer. Dus ik ben net als u benieuwd hoe in hemelsnaam we dit gaan doen. Nou, ik heb fantastische gasten. We gaan trouwens in twee ronden werken, want de leden van PAC zijn met zoveel dat we ze niet aan één tafel konden zetten. Dus we doen in twee rondes. Ronde 1 heb ik bij mij Winnie, impactondernemer van Apples of Orange. Welkom. Ja, we hebben Sabrina, Register Accountant en Audit Partner bij Grant Thornton, Accountants en Adviseurs. Bam. Met als specialisatie duurzaamheidsverslaggeving. Yes. Welkom. Dankjewel. Ik heb Wim, veel simpeler, directeur, divisie Bouw Kiwa. En, niet te vergeten, leidt ook het duurzaamheidsplatform bij Kiwa Nederland. En tenslotte, last but not least natuurlijk, hebben we Sophie, advocaat bij Brugging en Van der Velde, gespecialiseerd in duurzaamheidsontwikkelingen in het recht. Zo, hoogwaardigheidsgasten. Wien, ik begin bij jou. PAC, waarom heb je het opgericht? Wat is PAC precies? Purpose Accounting staat voor die brede waardecreatie. En in de zomer van 2020 zat ik met Manon van Dijk. Zij is oprichter van Grant Thornton Sinzig, een sociale waardeonderneming. En we zaten bij elkaar en zeiden van, hoe zouden we nou die impact die geholpen wordt door de nieuwe wet, hoe zouden we die nou nog een extra boost kunnen geven? En wat we eigenlijk hebben gezegd is van, oké, je zal maar ondernemer zijn vandaag de dag. En die nieuwe rapportage zo meteen moeten doen. Je hebt een bak aan data nodig, enzovoort, enzovoort. Hoe zouden we dat nou laagdrempelig voor die ondernemer kunnen organiseren? En dat is de reden waarom we hier zo zitten. Ondernemer helpen brede waardecreatie te implementeren. Op een zo eenvoudige en laagdrempelig mogelijke manier. Kijk, dat laatste, superbelangrijk. Hè? Ook voor de mensen die aan het kijken zijn, het wordt eenvoudig en laagdrempelig. Goed nieuws. Nu, de vraag is, wie zit in PAC? Want het is een collective, wat moet ik aan denken? Ja, je moet denken aan het volgende. Het begint, PAC heeft ook heel erg te maken met feiten. De facts, de goede feiten, je hebt het net ook al genoemd. Normaal gesproken hebben we alleen maar te rapporteren over financiële waarden. En vandaag de dag zien we dat we vanuit nieuwe klimaatbewegingen we ook over ecologische waarden gaan rapporteren. Nou, daar gaat Wim zo meteen iets over zeggen. Naast die ecologische waarden heb je sociale waarden. Daar is GT Sinzig op gespecialiseerd. Dus dat zijn met de registeraccountant, zeg maar even de auditpartners van Grant Thornton, zijn dat de drie feitenpartners, zou je kunnen zeggen. Dus je hebt eigenlijk partners die heel goed zijn in zorgen dat de cijfers kloppen, precies. Ook op ecologisch, gaan we zo in. Ja. Maar je hebt ook partners die meer wat ja, precies doen? Nou, kijk, als je als ondernemer, jij bent ondernemer, ja. Ik ben ook ondernemer, dus wij zijn kansenmensen. Ja. Dus wij willen niet. Kijk, ik ben van groen voor de poen. Baat het niet, dan gaat het niet. Dus ik wil kansen hebben als onderneming waarop ik de duurzaamheid kan verzilveren. En Kirkman is een van de grootste adviesbureaus in Nederland als het gaat om hoe krijg je nu je huidige bedrijfsvoering om naar een duurzame bedrijfsvoering? Hoe kat je dat nou om en hoe krijg je nou de kansen? Hoe ga je de kansen verzilveren? Dat business. Een stuk zeg maar, van partnerships heb je er nog twee andere. Als ik het dan beter ga in bedrijfsvoering ga verwerken. En dan wil je ook dat je daar goed over gaat communiceren. Dat goed in je brand wordt opgenomen. Ja, nou, dus je hebt strategie, je hebt communicatie. Communicatie, dat is Matmo voor aan tafel. Daar gaat Monique straks iets over vertellen. En we hebben uiteraard ook, Sophie, vertegenwoordigd. Ja, luister even, als ik andere zaken ga doen, dan wil ik misschien ook wel andere contracten. Andere contracten met mijn medewerkers. Dat we zouden misschien in sommige gevallen ook ander gedrag moeten gaan vertonen. Dat wil je vastleggen. Maar ik denk dat je vooral als ondernemer kan kijken hoe je in je keten je impact kan realiseren. En dus moet je misschien je leveringsvoorwaarden aanpassen of je inkoopvoorwaarden aanpassen. Oké, nu zeg je al heel veel verschillende dingen. Want eigenlijk zeg je het over alles verandert. En daarvoor hebben we allemaal mensen die kunnen helpen. Maar misschien om een beetje te gaan snappen wat er nu allemaal gaat gebeuren en aan het veranderen is, gaan we even met de andere gasten van tafel praten. Sabrina.
Accountant. Ik denk bij een accountant aan cijfers en zakelijk en dat soort dingen. Wat doet een accountant met ecologische sociale meerwaardecreatie? Wat is jouw rol daarin? Hele goede vraag. Ik denk dat we ook in de maatschappij bekend staan om de financiële gegevens en niet zozeer om de niet-financiële gegevens. Wat je met name de afgelopen jaren ziet gebeuren is dat een accountant niet alleen maar is opgeleid op het financiële aspect, maar juist ook op, in dit geval, rapportage over niet-financiële gegevens. Maar ook qua techniek. Artificial intelligence wordt ook meer en meer gebruikt. Dus die accountant van verleden alleen maar met financiële gegevens, dat verandert enorm. Die man of vrouw die ergens zo in een klein kantoortje zit alleen maar zo te doen. Ja, met een brilletje en noem het maar op. Ja. Dat is het beeld, zeg maar, wat de maatschappij heeft. En daar willen wij verandering aan brengen. Zeg, en ik hoorde ook, jij doet een studie in Groningen. Ik ga toch, want ik heb het opgeschreven hoor. Environmental, Social, Governmental Reporting and Assurance. Wat voor studie is dat? Ja, inderdaad, dat ziet toe op duurzaamheidsverslaggeving en de controle daarop. Dus daar is er een opleiding ook voor waar ik en mijn collega's daar verder in kunnen specialiseren. En het is ook zeker als voorbereiding op de nieuwe CSRD-wetgeving. Ja, dus die wetgeving kom ik zo op, maar dus eigenlijk. Klopt het dat die opleiding in Groningen lang bestaat en bijna niemand ging en nu plotseling speelt die uit? Ja, dat is een hele goede constatering, Lucas, inderdaad. Voorheen zaten er vrij weinig studenten op de studiebanken daar en nu is er een wachtlijst. Want uiteindelijk leren hoe je dus niet financiële rapportages doet, van het niet, dus alle andere waarden. Ja, het is belangrijk dat je de theorie leert, maar ook dat toepast in de praktijk. Dus je leert van beide kanten Dat is heel erg belangrijk om de juiste waarde te kunnen leveren. Ja, want dat vind ik dus echt fascinerend. Je krijgt dus andere soorten waarden. Omdat we willen en omdat we moeten. Heel even over die wet. Je zegt voor de kijkers, komt dus eigenlijk een wet aan. En die verplicht jou straks vanuit de Europese Unie om naast je financiële ook je sociale, ecologische en governmental waarde te doen. Vertel eens, wat is die wet? Ja, die wet die staat dus voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Dat is een Europese richtlijn. En dat moet ertoe gaan leiden dat ondernemingen gaan rapporteren over duurzaamheidsbeleid en duurzaamheidsaspecten. Denk bijvoorbeeld aan ecologische factoren, wat je net ook al aangaf, Lucas. En dat is bijvoorbeeld CO2-uitstoot, dat staat best wel bekend, hè? Ja. Wat ondernemingen rapporteren. Maar biodiversiteit, daar kunnen nog wel stappen in gemaakt worden. Biodiversiteit, dus moet je als onderneming aangeven hoe jij bijdraagt aan de biodiversiteit? Zeker, zeker. En dat hangt ook af van wat je business is natuurlijk. Op basis daarvan moet je ook je ecologische KPI's bepalen. Dan heb je nog de sociale aspecten, arbeidsomstandigheden, diversiteit, noem maar op. En dan heb je nog de governance factoren. Deze drie factoren tezamen zijn de rode draad eigenlijk in je duurzaamheidsverslaggeving. En dit moet uiteindelijk ook terugkomen in de strategie, beleid, doelen en KPI's en resultaten van je onderneming. Ja, dat is ook, hè? Ook je resultaten, ook je KPI's. Het is niet een soort leuk mission statement ergens op je website. Het is gewoon helemaal doorvoeren. Ja, en implementeren en rapporteren daarover. Transparant zijn over hoe je het doet en wat je nog gaat doen. En jullie als accountants helpen dat dan weer te controleren. Dus jullie zijn daar gespecialiseerd en naast de financiële eigenlijk zorgen dat het dan klopt wat ecologisch en sociaal is. Is het betrouwbaar wat er gerapporteerd wordt? Want dat is wat wij natuurlijk van belang vinden en het vertrouwen geven aan de maatschappij daarover. Fantastisch, wat een leuke job begin je te krijgen. Ja, zeker, zo, zeker. Dat zo zeg, en heel eventjes voor de mensen, want je had een slide meegenomen. Die kun je misschien even zien. Ja. Heel even praktisch. Wanneer gaat die wet, voor wie is die wet precies? Vertel. Ja, dat is een goede vraag. Er was al een wet over duurzaamheidsverslaggeving. Dat was alleen verplicht voor beursfondsen. Dus die rapporteren hier al over. Maar nu vallen grote organisaties daar ook onder. En zoals jullie op de slide kunnen zien, wat zijn grote organisaties? Dat zijn organisaties die voldoen aan de volgende twee van de drie criteria. Als je meer dan 250 medewerkers hebt, meer dan 40 miljoen omzet en meer dan 20 miljoen balanstotaal. Dus als je daaraan voldoet, dan ben je een grote organisatie en dan moet je vanaf 2023, dus verslagjaar, dus geen kalenderjaar, verslagjaar 2023, moet je rapporteren over duurzaamheidsaspecten. Dat is heel snel, hè? Zelfs voor mij is dat gewoon heel snel. En ik hoorde dat nog niet heel veel bedrijven daarop voorbereid zijn, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. En we moeten ook rekening houden dat er veel organisaties onder deze criteria gaan vallen. Dus als ik nu kijk in de praktijk, dan zijn heel veel organisaties daar nog niet bewust van. Dat is ook recent in het nieuws geweest. Dus het is goed om je hierop voor te bereiden.
Kijk, en het goede is voor degenen die nu kijken en denken, oh my god, ik ben nog niet voorbereid. Dat is de reden waarom PAK hier is. Ja. Dus ja, relax, het komt goed. We maken ze eerst een beetje en dan uiteindelijk komt het goed. Ja. Fantastisch. Dus eigenlijk 23, of boekjaar 23, maar 26 ook voor de rest van de bedrijven. Ja, kleine en middenbedrijven die volgen daarna. En vooralsnog is de implementatiedatum nog steeds 2023 voor grote organisaties en voor kleine organisaties 2026. We gaan allemaal moeten we laten zien hoe we goed doen voor de wereld. Ja, ja. En daar een bijdrage aan leveren. Fantastisch, ja. Fantastisch. Ik zie Wim glunderen. Wim, ik ga heel even naar jou. Heel even voordat we gaan over waardecreatie, want daar ben je eigenlijk al heel veel jaren mee bezig. Wat doet Kiwa precies? Ja, Kiwa is een internationaal opererende certificatiebedrijf. Met een zo brede scope dat ik hem niet eens kan uitleggen. Het is zoveel. Je doet alles. Ik doe, ja, nou alles is heel veel, maar het is wel gigantisch breed inmiddels. Ik werk nu ruim 30 jaar bij Kiwa en het was 100 man. En nu is het meer dan 7000. Dat kun je niet bijhouden. Dus we proberen wel in die sectoren te zitten wat echt niches zijn. Waar je denkt van ja, daar valt nog geld in te verdienen. Dat is wel belangrijk, want er is heel veel concurrentie op het gebied van certificatie. Want kijk, jullie doen certificering. Dus eigenlijk zorgen dat wat men belooft, dat men ook kan toetsen. Dat nou, feit is het zo, certificatie, dat je toetst aan een bepaalde norm. Die je zelf kunt hebben ontwikkeld met partijen. Of die het kan wetgeving zijn. Hè. We kunnen ook toetsen op de CSD, om even een voorbeeld te geven. Ja. Dan maken we daar een certificatieschema van. En dan toetsen die bedrijven of ze daadwerkelijk in staat zijn om een duurzaamheidsverslag te maken. Ja. Dat doe je eigenlijk doorlopend. Hè. Dat is niet een eenmalige opname, dat is een doorlopend. We zijn een soort examencommissie voor allerlei verschillende doelstellingen. Ja, meer dan dat. Want jij komt automatisch een beetje op collectief. Maar je kunt dat niet alleen als certificatiebedrijf. Je hebt als certificatiebedrijf heb je partners nodig die bedrijven helpen om zover te komen. En dat kan de cultuurverandering zijn, dat kan een wijze van werken zijn. Wij zitten natuurlijk aan het eind. Ja. Als certificatiebedrijf doe je eigenlijk een eindtoets. Maar ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo leuk. Want wat je leuk vindt, is dat je ziet dat het bedrijf een prestatie heeft geleverd. En dat is een prestatie is veel breder dan een feit, een fact. En als je dat ziet, dat het bedrijf er enthousiast van wordt, ja, dat is leuk van het vak. Dus jullie doen eigenlijk met Kiwa mee met PAK. Eigenlijk omdat je zegt, wij willen niet op het einde iedere keer moeten zeggen, niet gehaald. We willen eigenlijk zo dat bedrijven snappen. Nou, wij willen wel, kijk, wat voor certificatie belangrijk is, vertrouwen. Ja. En wat je ziet, dat vertrouwen is wel een ding wat je moet verdienen. En dat wij eigenlijk zeggen is, zo'n klant wil naar zijn afnemer laten zien dat iets goeds levert. Even los van het product, wat het is, of dienst, wat dan ook. En wij zeggen dan volgens, oké, wij kunnen jou helpen om dat aan te tonen. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus het is eigenlijk een toegevoegde waarde, in dit geval, hè, op een iets ander veld. Van, ik heb dat certificaat, daarmee toon ik aan dat ik aan die wens van die klant voldoe. Helder. Dan even een vraagje. En moet even kijken wie van jullie twee hem wil beantwoorden. Die wet komt eraan, dat weten we zeker. Maar weet wel waarop we gaan controleren, certificeren, weten we dat al? Nee, waar we nu mee bezig zijn. Wij hebben ook een MVO-prestatieladder in het leven geroepen ooit in 2008. Dat is een initiatief. En wat is dat? Een MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, prestatieladder. Een prestatieladder voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, check. Ja. En die prestatie, inderdaad, die doe je in stapjes. Je kunt niet in één keer naar de bovenste verdieping wandelen, want dan ben je uitgeput voor je boven bent. Ja, nou, zo moet je een beetje vergelijken. Je doet het in stukjes. Elke keer even een ademhap en dan pak je de volgende. Even heel simpel uitgelegd. Nee, ik snap het. Zo werkt de liefde ook. Ja, ja. Precies. Dat is een andere prestatie. Zeker, maar toch een ladder. Ja. Nou, wat je dan feitelijk doet, is kijken wat we nu aan het doen zijn binnen die MVO-prestatieladder. Om te zien, van kan ik die CGSD niet gewoon een onderdeel maken van die ladder? Ja, anders moet je weer een hele nieuwe ladder maken. Moet weer iets nieuws gaan verzinnen. Waarom schuif ik dat er niet bij? Nou, en dat is eigenlijk wat ik wil aangeven. We proberen wel elke keer die toegevoegde waarde te zoeken. Van, ja, waar heeft de markt nou behoefte aan? Nou, niet al heel veel certificaten. Dat vind ik een bloedhekel aan. Nou, dus ik zie ook nu al ondernemers gewoon zweet krijgen van moet ik weer allemaal dingen gaan doen, weer nieuwe dingen leren, weer nieuwe systemen. Ja, het moet een onderdeel zijn van bedrijfsvoering. Dat hoort er gewoon bij en niet iets aparts. Het is niet een los stukje of zo wat je daar plakt. Nee, het is gewoon een onderdeel van het totaal bedrijf. Maar begrijp ik dan goed dat dus jullie kunnen zeggen, dus Europa komt straks met, kijk, jullie moeten goed doen. Hè? De accountants moeten dat checken, iedereen. Maar jullie mogen eigenlijk zelf mee gaan helpen bepalen hoe kun je daar tools voor ontwikkelen dat je dat goed kunt doen. Ja. Dat is het private kant. Maar er komen ook zeg maar standaarden waarin specifiek staat welke criteria gelden. Okay. Dus er zijn ook minimumvereisten die zeker ook terug moeten komen. Dus als je dat bedoelt, dan zijn die er deels. Hè, want het is nog een concept, maar die zijn er deels. Maar daar wordt nog verder aan gewerkt. Dus ik denk in oktober 2022 volgt een eerste set standaarden. Dus in oktober 2022 komen de regels en het jaar daarna moet ik ze al kennen? Het jaar daarna...
dat na het afwikkelen van je financieel boekjaar, hè, dus stel je voor 1 januari 2023 tot 31 december 2023, ga je in 2024 je jaarrekening opstellen en dan ga je je duurzaamheidsverslag ook verder opstellen. Maar in het voortraject moet je natuurlijk je processen erop aanpassen. Voilà. Je moet je KPI's bepalen, je moet je strategie daarop aanpassen. Dus daarom zeggen we, het is nu ook echt tijd om dit te gaan implementeren in de organisaties. Dus de ondernemers die moeten nu echt wel in actie komen. Ze moeten in actie komen en het voordeel is, er is hulp om in actie Zeker, te komen. Ja. Kan ik het als volgt metaforisch uitleggen? Dat het eigenlijk is, er zijn leerdoelen van, eigenlijk school leerdoelen heeft, maar elke school mag kiezen hoe die leerdoelen behaald worden. En daarin kunnen voor de certificaties, ladders enzovoort helpen om te zorgen dat je er komt. Is dat een beetje... Ja, denk het wel, ja. Ja, dus dat we er uiteindelijk helpen. Fantastisch, dan gaan we van de certificering en de accountant naar het recht. He, want uiteindelijk kom je altijd bij de jurist terecht als je iets doet. Sophie, advocaat en gespecialiseerd in duurzaamheid. Wil ons even vertellen, hoe kan het recht helpen om dit allemaal, deze complexe materie, in orde te krijgen? Ja, dat is een goede vraag, want ik heb altijd wel een beetje het idee dat de advocaten en het recht enigszins toch niet altijd het lievelingsstadium is. We zijn is, er een beetje bang van. Voor de ondernemer, precies. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te benadrukken dat het recht heel veel mogelijkheden biedt om juist ondernemers te ondersteunen, om hun duurzame missies, om de purpose van je bedrijf juist beter te verankeren, beter te beschermen. Want ik denk ook dat ook deze wetgeving, maar andere wetgeving ook, er komt heel veel aan vanuit Europa, vanuit de nieuwe regering, dat je dat echt ook wel als een kans kan zien als ondernemer. En dat je hem eigenlijk beter kan gaan omarmen. Want het biedt ook echt wel bescherming. Geef eens een voorbeeld. Wat is de kans? Nou, de CSRD is bijvoorbeeld, je moet gaan rapporteren over wat jouw impact is van jouw bedrijf. Maar je moet ook de risico's in kaart gaan brengen. Het is een two-way street. Dus het is ook heel handig voor jou als bedrijf. Als jij wordt verplicht van, als bedrijven worden verplicht eigenlijk om eens te gaan nadenken welke risico's liggen er allemaal vanuit toch die klimaatverandering met zich gaan meebrengen. Geef eens een voorbeeld van, wat bedoel je met een risico? Ik als bedrijf bijvoorbeeld, ik ben een bedrijf die ik zeg niet maar... Ja, dat kan echt supergroot zijn, maar het weer verandert, het klimaat verandert. Dat heeft effect op de grondstoffen die beschikbaar gaan zijn. Heeft dat effect voor jouw bedrijfsvoering? Dat gaat echt... Dat is zo breed. En dus daarom is het heel goed, denk ik, dat het recht enigszins bedrijven gaat dwingen om daar naar te kijken. Maar het recht biedt ook nog heel veel andere mogelijkheden om die purpose dus beter te beschermen. Een mogelijkheid is om je doelstelling in je statuten bijvoorbeeld te veranderen. Dat is echt wel een heel krachtig juridisch instrument. Wat ook niet zomaar veranderd kan worden. Je ziet misschien ook dat je denkt, we hebben nu misschien een bestuur wat duurzaamheid helemaal ziet zitten. Maar het volgende gaat daar weer anders mee om. Je wil eigenlijk dat goed beschermd is voor eventuele koerswijzigingen. Dus zo'n doelstelling in je statuten helpt heel erg om een koers echt vast te zetten en ook te beschermen in de toekomst. Daar kan juridische structuren kunnen daar ook weer mee helpen. Je lange termijn visie. Ja, want zeker. Ecologie is lange termijn. En je kan niet elke 4 jaar helemaal anders doen. Nee, precies. Een doelstelling, een statutaire doelstelling, is echt een beetje je bestaansgrond van je bedrijf. En dat is overlapt best wel mooi met het woord purpose, wat je veel hoort, wat in de naam zit. Ik denk dat goed is om te weten dat er ook echt advocaten zijn die daar vanaf weten en je graag daarbij willen helpen. Juist. Ik heb zelf het gevoel dat er in een tafel zit. Nou, wie weet. Toch? Iemand er iets vanaf weet en wil helpen. Maar dus wie niet? Hey, fantastische mensen heb je bij elkaar. Mensen, want je zei, je moet ook van de cijfers, je moet ook weten hoe dingen in elkaar zitten, juridisch. Eigenlijk zeggen ze alle drie, het is een deel wet. Hè? Mensen die er al zijn ook al heel veel mee bezig natuurlijk. Het speelt al langer. Maar wij helpen eigenlijk mensen ertoe komen dat het dus volledig geïmbed is in de organisatie. Niet een soort afvinkmoedje, maar dat het eigenlijk vanuit een soort... Nou, een belangrijke partner die ik net nog niet heb genoemd in de inleiding, hè, is Fresh Forward. Ik kan me voorstellen als leider van een bedrijf dat je ook wel zoiets hebt van, wat kan ik hier nou aan bijdragen? Hè? Begin met voorbeeldgedrag, maar ook, denk ik, inspireren. Hè? Mogelijk maken, faciliteren. Vervolgens is echt het bedrijf wat op leiderschap, hè, wat de leiders ook begeleidt in, van weet je wel, wat is jouw rol, wat is jouw bijdrage? Want als we het hier in feite beter doen, maar jij gaat er niet achter staan of jij gaat er niet voor staan eigenlijk. Ja, heeft het geen zin. Hoe logisch is dat dan dat mensen jou volgen?
Dus en wordt het straks zo, denk jij, en voor jullie, wordt het straks zo dat bijvoorbeeld bedrijven gaan kijken, ik ga pas samenwerken met een bedrijf als ik duidelijk zie wat zij goed doen voor de wereld? Dat dat bijna een soort van belangrijke voorwaarde wordt voor business? Zeker voor jonge mensen op de arbeidsmarkt. Wat ik wil aangeven is, het is niet alleen dat bedrijven dat zo zien, maar ook financiële instellingen. Als u als een organisatie bijvoorbeeld een aanbesteding wilt doen of een subsidie wilt aanvragen, dan wordt daar ook naar gekeken. Dus het krijgt een veel belangrijke rol in de maatschappij dan mensen nu denken. Ja, ik hoorde zelfs het verhaal dat je tegenwoordig als je bij bepaalde projecten leningen wil krijgen, dat leningverstrekkers zeggen als je niet goed doet voor de maatschappij is je rente hoger en als je wel goed doet ecologisch bijvoorbeeld is je rente lager. Zeker. Dat wordt eigenlijk een heel interessant, hè? Ja. Zeker, maar ook grote pensioenfondsen die richtlijnen geven over wat wanneer een aannemer wel of niet voor ze mag bouwen, welke impact die dat gebouw mag hebben. Ja. Anders mag je gewoon het niet realiseren of krijg je geen vergunning. Ook al certificering nodig, anders geen vergunning. Dus je ziet, deze mensen aan tafel zijn heel belangrijk. Voor zij die nu denken, oh my god, ik moet van alles, maar hoe dan? Don't worry, we gaan even een ondernemer vragen die al met pak aan het werken is, hoe zijn ervaring is. En dat is Michel van New Horizon. Hij heeft even op een filmpje opgenomen en daar gaan we nu naar kijken.